De vissersderby tussen Volendam en Velsen-Zuid. Wie heeft de lekkerste vis? Wie lacht het laatst in de ontmoeting tussen twee ploegen? Waarbij de afstand hemelsbreed tussen Volendam en dit stadion hier, het 7-Eleven stadion in Velsen-Zuid, 29 kilometer is. Maar het zijn twee vissersdorpen. Dat maakt het toch wel wat extra pikant. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, dat was in Volendam in januari 2022. Nu dus weer een Velsen-Zuid. Met hier aan de bal El Kashati. Meteen de voorzet. En het Tjurik kopbal in de verre hoek. En dan de redding met wat moeite van Oevelen. De eerste kans in de wedstrijd is voor Telstar. Aan de veld. Bal diep. Daar is weer Edet Tjuri. Heeft al veel balcontacten gehad voor een spits. En is ook al die kopbal gehad. Maar nu is de ruimte daar aan de andere kant. Staan muren. Terugleggen, kappen, draaien met links. Schieten kan ook. Dit is de eerste kans voor Volendam. De bal is nog niet weg. Been. En die raakt de bal niet helemaal lekker. Dit is een makkelijke bal voor Ronald Koeman. Hij had wat last van de zon tijdens de warming-up. Hij kreeg toen het advies, en dat is toch wel weer slim, om op te letten bij de tos en de goede kant te kiezen. Dat heeft hij gedaan. Daardoor is nu Telstar in aanval. En is dat bijna nog eigen doelpunt ook. Na dat schot van El Kashati. Tjuri. Toch nog even terug. Noslin heeft al een tijdje ruimte en heeft nu ook de bal. Noslin, lekker balletje zeg op El Kashati. Lage voorzet en dan wordt die voorzet uiteindelijk door iedereen gemist. Hij gaat ook het schot er niet in, de doelpoging daar van Hardeveld. En nu misschien wat ruimte voor de thuisploeg als dit snel wordt uitgespeeld. En dat Tjuri. En Bouyamba uitspelen, schieten. Ja, dat is wel het spitsinstinct van Zakaria Tjuri. Aardeveld, Kaandorp. Kaandorp, lage voorzet met de hak. Lastig hoek voor Edet Tjuri. Oh, dat was niet echt lekker. El Kashati krijgt die bal zomaar cadeau. Dan moet hij langs. Aan me voor en is daar de redding van Oevelen. El Kashati kan oppikken en schiet dan van ver. En wat ruimte nu bij Sam Dirks. Hardeveld. Is er misschien wel meer mogelijk? Met Kaandorp krijgt de bal terug. Het schot. En dan appel voor Hens. Van de Graaf is heel resoluut. En lijkt geen seconde te twijfelen. Je weet, tegen Volendam moet je niet te makkelijk de corners weggeven. Want ze hebben ook al drie keer gescoord dit seizoen uit de hoekschop. Corner van Olcik. Bal blijft hangen. Wie tikt hem dan binnen? Het antwoord is daar bij de paal van heel dichtbij. Natuurlijk Henk Veerman. En Volendam op een 1-0 voorsprong. Het scoort weer uit een hoekschop. Uiteindelijk komt die bal daar bij de paal en staat daar Henk Veerman. Hier nog niet echt meedoet, maar hij rolt vanzelf daar voor zijn voeten. En dan kan hij hem heel simpel van dichtbij binnen tikken. En is het Henk Veerman met zijn 8e van het seizoen die hier de wedstrijd openbreekt. De vorige hoekschop leidde dus tot de openingstreffer. Telstar is gewaarschuwd. Weer zo'n indraaiende bal. Koeman bokst hem nog net weg. Heel langzaam was die bal onderweg naar de kruising. Weer zo'n gevaarlijke bal. Bijna richting de tweede paal gekopt door Amavor. Nee, het is Mbiyamba. Allebei hebben ze lengte. Allebei kopsterk natuurlijk. Die centrale verdedigers van Volendam. En het Tjuri. Helemaal aan de linkerkant. Voorbij Peen. Voorzet bij de tweede paal. Mees Kaandorp voorgeven. En daar is de gelijkmaker. Youssef El Kashati. De rencowboy van Telstar scoort. Prachtige aanval van de thuisploeg. En dat Tjuri als spits. Denk je, wat moet hij met die bal aan de zijkant van het veld? Maar dit is een heerlijke voorzet. En dan geeft Kaandorp hem terug. Dan wordt hij heel acrobatisch binnengetikt, die bal, door El Kashati. En staat het 1-1.
Kuwas. Muren. Veerman, Kuwas doorgelopen. Redding van Koeman. Randy Kuwas nog heel dicht bij de 2-1, zeg. Speelt zelf in. Muren tikt door. En Kuwas is dan heel slim doorgelopen. En krijgt nog een riante mogelijkheid om Volendam op een 2-1 voorsprong te zetten. Nou, dat is een handige actie. Daardoor de bal laag voor. En dan wordt er geen risico genomen door Mbiyamba. Het is wel een derby. Hè? Het zit vol. Je zou toch wel hopen dat we ook nog een keer gaan voetballen weer in die tweede helft. Lelindal. Nou, die geeft hem zomaar aan Tarez Noslin. Noslin richting Edda Tjuri. Die moet wel terugkoppen. Daar is El Khashati. Afleg op Danny Bakker. En daar is de 2-1 voor Telstar. En hoor het stadion ontploffen hier. Telstar op voorsprong in de Vissersderby. Noslin zet door. Geeft de voorzet. Edda Tjuri ziet in dat hij hem niet direct op het doel kan koppen. Legt terug. El Khashati ziet dat Danny Bakker er nog beter voor staat. En die heeft een gouden linker hoor. Danny Bakker met de 2-1 voor Telstar. Anthony Correa speelde 353 wedstrijden in het eerste van Telstar. Correa die... Je ziet hoe Muren gaat. Robert Muren. En Koeman. De luchtmacht van Volendam staat natuurlijk daar opgesteld. Als die bal naar de tweede paal wordt gekopt en binnen wordt gekopt. En dan is het Alex Plat die scoort tegen zijn oude club. En is het opnieuw Volendam dat scoort uit een corner. Vorig seizoen nog een witte leeuw. Nu scoort hij voor Volendam Alex Plat. Als die hoekschop wordt doorgekopt, ja, dan staat hij ook wel helemaal vrij hoor. Bakker richting El Khashati. El Khashati. Ja, zoveel ruimte moet je hem eigenlijk niet geven. Apau. Gooi hem dan maar voor. Wie weet, daar is Edda Tjuri. Die wordt er aan het shirt getrokken, lijkt me. Nou, ook dat mag allemaal. Hier nog een keer die actie waarbij Edda Tjuri toch echt aan het shirt wordt getrokken. Maar Van der Graaf vindt het allemaal prima. Van der Dam is zeer gevaarlijk met de dode spelmomenten. Twee keer gescoord al uit een corner. Nu de vrije trap. Bal weggebokst door Koeman. En dan Offerhaus. En de aanval die doorgaat. En dan bijna die bal nog ingekopt, zeg. De meeste spelers van Volendam staan te protesteren. En willen een strafschop. Maar ondertussen ontstaat er ook nog wel een gevaarlijke kans. Opmerkelijke invaller bij Telstar is Mohamed Hamdoui. Want die scoorde ruim 6 jaar geleden in de laatste editie van Telstar tegen Volendam. Maar liefst 2 keer. Niet de laatste editie, maar dat is wel de laatste keer dat Telstar won thuis van Volendam. Noslin. Turfkruijers Nieuw staat helemaal aan de andere kant van het veld. Noslin wil het met een leepballetje binnendoor. Dat wordt doorzien door Lelindal. Kuwas en Veerman. Veerman eerder bij die bal en Koeman. Koeman is uit zijn doel. Veerman voorbij de keeper. Maar dan is de bal ook over de achterlijn. Officieel nog 1,5 minuut te spelen. Dat is niet zo heel lang. Als Volendam het toch maar weer een keer probeert met Brandley Kuwas. Plat staat al een tijdje te wachten op die bal. Plat via Bakker bijna nog Veerman. Ja, het kan ook bij toeval hè, zo'n winnende treffer. Als Alex Plat die bal voorzet en die bal schampt het lichaam van Danny Bakker. En zo eindigt deze Vissersderby in 2-2. Telstar blijft voor de 7e wedstrijd op rij ongeslagen. Maar ja, het speelde er 6 van gelijk. En Volendam levert toch 2 dure punten in. Bijvoorbeeld in de strijd om de periodetitel. Maar uiteindelijk is 2-2 toch ook wel terecht.